Het weekblad Story publiceert vandaag een aantal sms-berichten die volgens het blad afkomstig zijn van ontslagnemend premier Leterme. Daaruit zou moeten blijken dat de premier een minnares had voor wie hij werk zou hebben willen regelen bij de overheid. Premier Leterme reageert geschokt en spreekt het hele verhaal ten stelligste tegen. De vrouw zelf beweert dat ze ongeveer een jaar lang een relatie heeft gehad met de eerste minister, toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was. De vrouw zegt dat ze de tijdelijke baan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken uiteindelijk niet heeft aangenomen, omdat ze een vaste baan kon krijgen in het onderwijs. De premier zegt dat de amoureuze sms'en niet van hem komen en hij spreekt ook tegen dat hij zou geprobeerd hebben om voor die vrouw werk te regelen.